Ik ben Joey Keltjes, ik ben 23 jaar en mijn hobby is gazon maaien race. Het is bij mij echt met de paplepel ingegoten. Mijn oom die is daar al, ik denk 25 jaar geleden mee begonnen, heeft het jaren gedaan en mijn ouders, mijn opa en oma, mijn hele familie ging altijd kijken en ja, zodoende ben ik ermee opgegroeid en toen ik 16 was, toen ben ik ook begonnen, dat is de minimale leeftijd. Ik rijd sinds 2016 mee met het NK. Ik sta op dit moment derde in het Nederlands kampioenschap. We hebben nog twee wedstrijden te gaan, dus ja, wat het gaat brengen, dat... Ik neem aan dat het best wel gevaarlijk is, toch, of niet? Ja, zeker. Ja, ja, er gebeurt wel eens wat. Gelukkig loopt het altijd goed af, maar ja, er gaan er wel eens op zijn kant of over de kop. Wat is het allervetste eraan dan? Want waarom doe je het? Ik denk dat het rijden is mooi, het rijden is prachtig, maar de gezelligheid onder elkaar met de andere rijders, op zaterdagavond een borreltje drinken, op zondag met z'n allen aan de start, dat maakt wat het gazon maaien race bijzonder maakt.